Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe Overwatch. Ja, ik wou weer iets zeggen wat ik niet mag zeggen. Omdat ik dat te vaak zeg. De FBI's Hostage Rescue Team was founded in 1929 en een Stranger Rescue Allies. Helped by Hostile, nog wat is. Daar loopt de kipje, hij pakt er van mas op. Maar we zien nog niet dat het de suspect is, maar dat komt nu. Zit een counter-kant in het 18e, in de 18e ronde al. In het 18e, wauw. Ik 8 mensen zijn vandaag, denk ik. En hij gooit flashbangs, dat vindt hij erg leuk, zo te zien. En nog een nade. Die jongen heeft echt een complete pretpakket. Dat was een best rare nade eigenlijk. Die staat het mooi op het dakje. En hij speelt tegen een eend en een ezel. Dus dat is heel mooi. Hij spreekt gewoon met de smoke heen, niks apart. Hij hoort de vermas. Spreekt met de deagle de smoke heen, weer niks apart. Hij ziet die jongen lopen, ook niks apart. En wat hij nu gaat doen, weet ik niet. Hij gokt dat er iemand van de andere kant komt, dat kan heel goed. Zou ik ook doen eigenlijk. Ik zou er ook vanuit gaan dat iemand van de andere kant af komt. Hij hoorde hem net daar al schieten. Er is ook niks apart. Gaat hij waarschijnlijk fake defusen. Yup. En hij aimt gewoon op het goede moment met zijn deagle. En prima. Prima gameplay. Nice potje. Dat is gewoon goed gespeeld van hem. Dat is leuk om te doen, omdat teammates flash is altijd leuk om te doen. Hij gooit weer alle nades, allemaal over het dak heen. Waarom weet ik niet, maar het zal wel een goede plek zijn. En nu gaat hij zelf in het vuur staan. En dan offert hij zichzelf waarschijnlijk op. Yep, dan gaat hij dood. Dat kan men als griefing opvatten. Ja. Oké, maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Ik zou... Dat is het punt. Ik vind het wel leuk, maar er zijn van die ultra turbo nerds die storen zich aan dat iemand zeg maar 5 seconden stilstaat. En die zullen bij Overwatch waarschijnlijk wel reporten voor griefing. Ik zou hem niet eens reporten voor griefing puur voor in het vuur gaan staan. Ik weet niet, maar ik vind het niet echt een reden om iemand een cooldown te gaan geven of wat dan ook. Omdat hij grieft. Dat hij in het vuur staat. Dat vind ik een beetje zeikerig. Je moet het namelijk, ik vind altijd nog. En daarom spelen wij deze game ook veel in principe. Puur voor ons plezier, voor ontspanning. Gewoon even lekker knallen. Het is wat moeilijker, zeg maar, dan Call of Duty. Omdat je wel wat beter moet mikken eigenlijk. En ja, ik weet niet. Ik vind het juist... Daarom is het een leuke game om lekker te ontspannen. En ik speel het dus ook altijd voor mijn plezier. Of ik nou win of verlies, dat boeit me niet zo heel veel. Dus ja, dat je gewoon een keer zoiets doet, zeg maar, gewoon puur voor de gein. Dat boeit niet zo veel. Oké, hij doet het nou 3 keer op een rij, zeg maar. Dan wordt het wel irritant helemaal als je team ervan uitgaat dat je wat doet. Dus nou report ik hem wel voor griefing. Kijk, als het 1 keertje is... Of dat hij zijn teammates flasht, dat boeit mij echt niet. Maar nu 4 keer in een rij jezelf killen op die manier. Dat kan zelfs nog sneller. Hij kan gewoon de console kill typen, maar oké. Maar dat vind ik wel een beetje zielig, als je dat elke keer doet. Maar, ja, voor de rest, ik vind altijd dat je plezier moet hebben in een game. En, als jij het leuk vindt om jezelf op te offeren, zeg maar een vuuroffer te brengen, dan moet je dat doen. 1 keer zeg maar, 2 keer kan eventueel nog zeg maar, op een bepaalde plek of dat je iets apart doet. Maar daarna moet het wel stop zijn, zoals nou is het al 4 keer dan. Dus... Ja. Ik report hem zo dan voor griefing, dus dat is het in principe. Daarvoor zal hij ook gereport zijn. Nou, voor de rest, ja, kunnen we nou naar het beeld gaan kijken, is niet zo interessant, denk ik aan de ene kant. Maar ik ben benieuwd waarom jullie gamen, eigenlijk, want normaal alle viewers zijn ook wel gamers.
Oké, niet in zo'n extreme vorm als mij waarschijnlijk, met 1100 games en alle consoles die er zijn en een dikke PC die elke game kan draaien op 60 fps, makkelijk zeg maar. Zo extreem natuurlijk allemaal niet, dat snap ik. De meesten zijn ook jong, die hebben dat geld ook niet voor. Wat ik allemaal volkomen kan begrijpen, is ook niks ernstigs aan. Dat is heel normaal zelfs. Als jij als 12-jarige hetzelfde hebt als mij, dan is er wel iets mis en dan krijg je heel veel van je ouders enzovoort enzovoort. Dan ja, dat is ook niet helemaal goed, naar mijn mening. Maar ik ben benieuwd waarom jullie gamen. Gewoon met vrienden, gezellig gamen. Volgens mij is het meeste wat men doet, zeg maar. Gewoon gezellig gamen, een beetje voor ontspanning. Volgens mij speelt niemand het echt om een beroep van te gaan maken, zeg maar. Er zijn er een paar, zeg maar, die echt denken van, ja, nou word ik super goed en dan word ik gesponsord, dan kom ik ook van die teams. Zo werkt het niet. Die mensen die dat zoveel spelen, die spelen dat alsnog altijd voor hun plezier. Zoals nippels, zeg maar, of nee, niet eens een pyjama stand. Dicht in die tas en dat spul. Die spelen de game oké voor hun werk, maar ze vinden het nog steeds leuk. Anders doe je het niet meer. Je moet ook later werk uitzoeken. En ook dus al een beroep gaan kiezen wat je leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet dus kiezen wat je leuk vindt. Helemaal bij gewoon normaal werk, zeg maar. Als je het 45 jaar moet gaan doen, zo'n beetje. Helemaal tegen de tijd dat jullie zo'n pensioen en blablabla, dat wat toch weer verlaat, zeg maar. Je moet iets doen wat je die 45 jaar ook echt wilt doen. Je kunt moeilijk elk jaar een ander baantje gaan doen, zeg maar. Ja, het kan wel, maar daar word je niet blij van. Dus je moet een beroep kiezen wat je echt leuk vindt. En als jij, ik noem maar wat, auto's heel leuk vindt, nou, dan moet je kijken of je iets met auto's kunt doen. Als jij computers leuk vindt, en echt gewoon leuk vindt ook om ermee bezig te zijn, dat je denkt van, de hele dag door, want dat is ook een verschil. Er zit een verschil tussen hobby, wat je af en toe, zeg maar, ik noem maar wat, 8 uur in de week doet, zeg maar, in het weekend iets meer en door de week misschien een keer. Ten opzichte van het 8 uur elke dag doen, daar zit ook een behoorlijk verschil in. Dus het is heel belangrijk om te kijken van, wat vind je echt leuk om te doen, wat lijkt je echt leuk om jarenlang te doen. En niemand denkt dat zomaar bij een game. En zoals ik zei, Ninja's Pyjama's, Digitas en dergelijke ook. Die doen het voor hun werk, maar die doen het alsnog met plezier. Anders hou je dat niet vol. Dan word je heel zagrijnig en depressief in de eigenlijk. Hè. En die lui spelen altijd nog met plezier. Het is ook wel om te winnen, maar ook zeker wel voor hun plezier. Dus daarom zeg ik, wij spelen ook altijd voor ons plezier. En daarom heb ik teringhekel aan van die ultra turbo nerds. Die denken dat het hun leven is. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. Dat heb ik al vaker verteld. Maar dat zijn gewoon fucking irritante lui die het allemaal te serieus nemen. Maar zoals deze duurt ook, ja oké, hij heeft ze dan nou, 4 keer geburnt, dat is wel irritant, maar als hij die 1 keer wil doen, ja, waarom niet joh? Wat boeit dat? Wat word je er slechter van? Niks, oké, je verliest misschien de ronde, nou, dat is echt het einde van de wereld niet, dus. Dat is mijn mening erover, ik ben zeer benieuwd, ja, zoals ik zei, waarom jullie gamen in principe, ook ter ontspanning of wat dan ook. En wat je later eventueel wil worden, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar of je het al een beetje hebt uitgedokterd of niet. Heel veel van jullie zijn ook jong, die hoeven er eigenlijk nog niet over na te denken. Wat je wil worden later. De meeste zitten allemaal nog gewoon op VMBO of HAVO of VWO. En je moet natuurlijk wel iets toespitsen wat je misschien wil. Als je al een derde leerjaar volgens mij was dat. Tenminste bij mij was dat zo. Dan moest je al een beetje je vakken gaan kiezen. Zoals natuurkunde juist. Of juist alle talen en al dat spul. Maar ik ben benieuwd of jullie dat al hebben gehad. En wat je later wil gaan doen. Dus ik verwacht veel dingen in de comments. Ik hoop dat je het leuk vond weer. Een wijze levensles met Black. Ja, ja. Er zijn heel veel dingen samen met Black. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, geef dik thumbs up. Deel met je vrienden en zet hem even favorieten. En dan zie ik weer in de volgende video. Laters.